even wijpen. Ik ben Jasmin. Ik ben Leffen. Ik ben Liana. En vandaag gaan we alle sporten bekijken bij de Invictus Games. En er is vandaag hoog bezoek. Hondje. Majesteit, mag ik u misschien één vraag stellen? Absoluut. Bent u trots? Ik ben ontzettend trots. Maar ik ben met name trots op al deze mensen die hun eigen land gediend hebben, mensen hebben geholpen, gewond zijn geraakt en met de sport weer bovenop komen. En dan zie je de trots in hun gezicht van deze mensen als ze daar een medaille winnen. Dat ze hierbij mogen zijn met hun vrienden van andere landen samen. Nou, dan zeg je van dat we dit in Nederland hebben kunnen organiseren. Prachtig. Nice to meet you. Do you like the Invictus Games? I love the Invictus Games. I did the Invictus Games in London and Orlando. It's great being here, seeing so many other people who are just getting on with life. It inspires you to not moan about the pain and just carry on. How old are you when you lost your legs? So I was 24. I stepped on an improvised explosive device in Afghanistan, and now I walk on prosthetic legs. Without these, I would be in a wheelchair, and in a wheelchair, I'm not the same person as I am when I'm standing up and I'm walking. Congratulations. Hoe voel je je? Ik voel me goed. Ik voel me super. Wat heeft u voor arm? Ik heb het I am teken getatoeëerd op mijn onderarm. Dat is het teken van Invictus. Ik heb hem op mijn arm laten tatoeëren, zodat ik niet kan vergeten dat ook ik onoverwinnelijk ben. It's just great to like see my mom doing all the stuff, especially through what she's gone through. The atmosphere is absolutely amazing, and it's amazing to see all the people from other countries just walking around and doing their sports. Тарас, я дуже радий бути тут. Я дуже радий бачити приймаючу сторону і дуже радий бачити те, що ви тут робите. Ця підтримка дуже важлива для мене, для моєї країни, яка зараз знаходиться в стані війни. І ваша підтримка дуже важлива, і ви робите дуже чудові речі. Mag ik een frietje vrede? Mag ik ook een frietje vrede? Vindt u het belangrijk dat er hier kinderen zijn? Ik vind het heel belangrijk dat hier kinderen zijn, want je moet ook heel goed zien dat mensen hun leven geven voor anderen. We zien nu ook op dit moment heel verschrikkelijk hoe een oorlog vlakbij in Oekraïne is, dat mensen ook daar hun leven geven om hun land te beschermen. En deze mensen hebben dat ook gedaan, vaak in een ander land, voor andere mensen, en zijn gewond geraakt. En toch vechten ze weer bovenop dat ze hier aanwezig kunnen zijn. En het is heel goed ook voor kinderen om te zien dat wat mensen doen om hun land te beschermen. Heel erg bedankt. Doei doei.